Viespeuk in vliegtuig betrapt. Uit onderzoek bleek deze week dat veel mensen graag een beetje extra betalen om niet al te dicht bij kinderen in een vliegtuig te zitten. Want dat is wel lekker rustig, zonder al dat geschreeuw en gejammer. Maar het kan veel bonter in een vliegtuig. Dat heeft de 26-jarige Genevieve Pascola wel ondervonden. Dit heeft ze gefilmd aan boord van een vliegtuig van United Airlines tijdens een vlucht van Londen naar Chicago. Wat er onder het dekentje gebeurt, dat hoef ik u niet uit te leggen. Genevieve is vooral boos over de opmerkelijke reactie van de bemanning. Ze krijgt een andere stoel aangeboden, maar er wordt haar ook lachend gevraagd welke parfum ze op heeft. En volgens Genevieve mag de viespeuk zijn werk gewoon afmaken, terwijl er ook kinderen in de buurt zitten. Ze plaatst het verhaal op Instagram met de oproep om nooit meer met United te vliegen. De vliegtuigmaatschappij moet dan wel reageren en schrijft dat de veiligheid van de reizigers topprioriteit is. Genevieve krijgt als tegemoetkoming voor alle emoties wel de helft van haar ticket terug.